In de pers verscheen onlangs het bericht dat Gert Verhulst een eigen vermogen van maar liefst 300 miljoen euro zou hebben. Maar de Studio 100-baas ontkent dat hij tot de rijkste Belgen behoort. Gert Verhulst heeft in zijn leven keihard gewerkt, maar hij deed het niet voor niets. Hij staat hoog genoteerd in de lijst van de rijkste Belgen, een website die overzicht geeft van wat bekende en minder bekende Belgen verdiend hebben. Gert staat daar samen met zijn collega Hans Bourlon hoog genoteerd. Dat Gert Verhulst veel geld heeft, daar bestaat geen twijfel over. Maar hij heeft er keihard voor gewerkt en ook wel een beetje geluk gehad. Al vindt Gert Verhulst zelf dat de factor geluk niet het allerbelangrijkste is. Vooral hard werken wordt beloond, volgens Gert. Mensen die zeggen dat Gert vooral veel geluk heeft gehad, moeten dat maar denken, klinkt het gelaten bij Gert Verhulst in de Morgen. Gert Verhulst maakte de vergelijking met honderd treinen die elke dag aan een station passeren. Veel mensen springen op één van de 99 verkeerde, en die ene mens springt altijd op die ene juiste trein. Of neem kiepers: sommigen laten alle ballen door, anderen staan altijd op de juiste plek. Is dat geluk? Nee, dat is talent, intuïtie, hard werken, meent Gert Verhulst. En volgens de Studio 100-baas is hard werken een absolute noodzaak om geld te verdienen. Gert kent niemand die een succesvol bedrijf heeft en die niet heel hard gewerkt heeft. Ook Gert zelf heeft keihard gewerkt, al was rijk worden nooit het doel toen Gert verhul Studio 100 uit de grond stampte. Gert vindt het vooral belangrijk om iets te doen wat hij graag doet. Je moet niet in de patattenhandel gaan als je niets van patatten kent en niet graag met patatten werkt. Je moet je passie volgen, klinkt het bij Gert Verhulst in de Morgen. Gert Verhulst beseft ook maar al te goed dat niet iedereen de ambitie heeft om rijk te worden. Gert kent voldoende mensen die blij zijn dat ze elke dag om vijf uur naar huis kunnen en de knop kunnen uitzetten. En daar is niets mis mee, vertelt Gert. Financiële specialisten onthulden dat Gert Verhulst 300 miljoen euro op de bank heeft staan. Maar dat ontkent de baas van Studio 100. Gert Verhulst beseft dat hij zeker niet mag klagen. Schrijf dat er zeker bij, zegt Gert met klem. Maar de perceptie is volgens de succesvolle zakenman wel wat groter dan de werkelijkheid. Gert meent dat hij niet in de top 100 van de rijkste Belgen staat. Mensen stellen Gert altijd op dezelfde hoogte als iemand als Marakoeken, maar dat is volgens Gert toch nog een ander kaliber. Gert Verhulst vindt dat zijn persoonlijk geluk ook veel belangrijker is dan een dikke bankrekening. De miljonair heeft een gelukkige relatie met zijn echtgenote Ellen en een hechte band met zijn kinderen Marie en Victor. Dat is zijn grote geluk. Klinkt het bij de Studio 100 baas? Had jij 300 miljoen, wat zou jij dan doen? Laat het weten in de reacties en geef deze video een duimpje als je graag meer nieuws over Gert Verhulst te weten komt.